Elke 25e van de maand wordt er stilgestaan bij geweld tegen vrouwen. Op 25 november 2013 werd door UN Women de Orange Day-campagne in het leven geroepen. Volgens Nazir Eskak, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is deze campagne gericht op bewustmaking van het publiek en het vergroten van de politieke wil om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te beëindigen. Als symbool voor de strijd tegen het geweld is internationaal de kleur oranje gekozen. En wij hebben het in Suriname in 2015 opgepakt. En elk jaar hebben wij dan ook in het kader van Orange Day 16 days of activism against violence against women. En dat is dan van 25 november tot en met 10 december. En dat zijn twee markante punten hoor. 25 november is de dag, internationale dag van het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. En 10 december is de internationale dag van mensenrechten. En dus naast deze 16 days of activism hebben wij dan elke maand de 25e Orange Day. Eskak onderstreept dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de eindverantwoordelijke is ten aanzien van genderaangelegenheden. De afdeling BGA valt onder ons. En het is natuurlijk ook de taak van het ministerie om geweld tegen vrouwen, het beleid om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. En om meer die gelijke kansen voor beide seksen, zowel de vrouw als de man, daarmee te waarborgen. Dus vandaar dat het ministerie van Binnenlandse Zaken als trekker is aangewezen om onder andere Orange Day elke maand de 25e dan de gemeenschap weer daarmee te herinneren aan het belang van het terugdringen dan wel elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes. Ik wil hierbij alle ministeries, alle overheidsorganisaties, de non-gouvernementele organisaties, het bedrijfsleven, alle burgers oproepen om ook dit jaar in het teken te plaatsen van het bestrijden van geweld tegen vrouwen. In Suriname hebben wij nog veel te veel gevallen met betrekking tot geweld tegen vrouwen. En ik denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld. En we kunnen alleen maar samen ervoor zorgen dat we met elkaar bewust maken over dat dit niet verder zo kan. Dat wij dan dit geweld tegen vrouwen en meisjes enigszins kunnen terugdringen, dan wel wat ideaal zou zijn, helemaal stop kunnen zetten. Wereldwijd worden zoveel mogelijk mensen aangespoord om op de 25e van elke maand hun omgeving oranje te kleuren. De kleur oranje staat voor een toekomst die vrij is van geweld tegen vrouwen en meisjes.